De onderdeeltjes moeten voorzichtig uit de plankjes worden geprikt. Het is daarbij natuurlijk van belang om goed op de nummering te letten. Het is handig om onderdeeltjes te schuren en met wax te bewerken. Ik gebruik hiervoor een vaccinelichtje, zodat ze soepel in elkaar passen. Er staan een aantal symbolen op de pagina's. Deze betekent dat er geschuurd moet worden en met wax gewerkt. Hier moet je extra op bepaalde richting of montage letten. Dit symbool betekent dat het onderdeel goed moet kunnen bewegen. Er zijn ook reserveonderdeeltjes opgenomen op de planken. Het is vaak handig om vooruit te kijken. Hoe gaat dit onderdeel op de volgende pagina passen bij de rest van het bouwwerk? De instructiefilm gaat gewoon de handleiding bij langs, maar is wel een versnelde weergave. Veel succes met bouwen! We beginnen met het eerste deel waar een aantal nokjes op moeten worden geplaatst. Dat zijn nokjes met een verschillend formaat. Even goed aansluiten met het hout. En dan kan het volgende deel eroverheen. Pas precies over de nokjes. En dan een eerste onderdeel wat er als een soort puzzelstukje in past. Een klein onderdeeltje moet eerst weer wat opgetild worden. Dat is voor het blokkeren van het schietmechanisme. En dan kan de trekker erop. Moet goed kunnen schuiven. En dan komt er nog een onderdeeltje bij wat ervoor zorgt dat de trekker een soort veerbeweging krijgt. Onderdeel eroverheen, even goed passen dat het over de nokjes heen zit en dan stukje voor stukje stevig aanduwen. Aan de onderkant komen twee stukjes die daar precies in moeten passen. Dus even goed kijken dat ze aansluiten op de ruimte die er is. En dan bouwen we een soort magazijn. Onderdeeltjes in de juiste volgorde erop. Middelste heeft een groter gat waardoor die over het nokje heen past. En de laatste sluit er goed bij aan. Een afdekplaat. Stevig aandrukken. En dan kan het magazijntje erin worden gelegd. Dat moet vrij kunnen schuiven. En dan kan de tweede afdekplaat eroverheen. Het magazijn moet er goed uit kunnen schuiven. Er wordt een systeempje gemaakt waarbij een aantal nokjes allemaal van verschillende formaten moeten worden ingedrukt. En daar komt toch een onderdeeltje overheen. Dat kan dan daar zo ingelegd worden en dat moet vrij kunnen schuiven ook weer. Aan de andere kant komt een soortgelijk onderdeel wat dan verbonden moet worden. Ook hier weer even zoeken naar een beetje verbinding en dan stevig aandrukken net zolang totdat het helemaal past. Ook dit moet vrij kunnen blijven schuiven. Even goed kijken of het overal goed aansluit en strak zit. En dan kan de bovenkant erop. Zoeken naar de juiste plekken. Een heel klein beetje aanduwen. En als je zeker weet dat het goed zit, stevig vastzetten.
En steeds even controleren. Er moet een elastiekje gemaakt worden. Ik gebruik daarvoor een paperclip met een klein haakje om het er doorheen te trekken. En dan moet het eerst verbonden worden met het onderste richeltje. En op pagina 8 gaan we verder. Dan moet de elastiek via een juiste route twee keer daar om het puntje heen gezet worden. En dan kan het andere onderdeel er aangemaakt worden en dan pas vastgezet. De elastiek moet daar op de juiste manier wel de route volgen, zodat het goed functioneert. Even checken. Hij moet echt even goed vrij doorklikken. Dan komt er aan de andere kant ook een afdekplaat op. En dan gaan we hem nog aankleden met een paar randjes die daarop moeten worden gemaakt. En dunne onderdeeltjes, een beetje voorzichtig behandelen. En aan beide kanten is dat hetzelfde. Ook aan de achterkant komen daar nog wat stukjes. Als daar aan die stukjes nog onregelmatigheden zitten, is het goed om dat even te schuren. Daar lopen straks de elastiekjes ook langs. Bovenop komt nog een soort vizier, ook een teer onderdeel. En dan kunnen we nog even een aantal onderdeeltjes maken die bedoeld zijn als doel om op te schieten. Ook hier maken we er twee van. Ten slotte is er nog een onderdeel waarbij je een lampje onderaan pistool kunt maken. Bouwwijze wijst zichzelf. En met behulp van een elastiekje kun je daar eventueel een lampje aan vastmaken. En dat kan dan onderaan het pistool worden gemonteerd. Maar het is een optie om wel of niet te plaatsen. Vanuit het magazijn kunnen elastiekjes worden geplaatst, één voor één. En dan even goed achteraan op de puntjes letten. En dan is het apparaat klaar en kan er geschoten worden. Het lukt aardig goed om het een en ander te raken. Bij de toren waar ik op schiet, die zou in elkaar moeten storten, daar blijft het elastiek in het systeem helemaal vastzitten. Dus ik raak hem wel, maar hij doet niet wat ik verwacht.